laat je je eerste Eredivisie-wedstrijd erop zitten. Hoe was het? Ja, was, ik zit hier een beetje met een dubbel gevoel. Aan de andere kant is het mooi om mee te maken. Je eerste wedstrijd, je eerste minuten. Maar aan de andere kant kijk je ook naar de uitslag en blijf je wel gewoon reëel. Ja, maar hoe was het voor jou? Had je verwacht dat je al zou starten? Nee, ik had het niet verwacht. Althans, de week voor de training en een paar oefenwedstrijden stond ik wel in de basisgroep. Maar voetbal blijft een sport. Ik heb concurrenten en blijkbaar heb ik het gewonnen tot nu toe. En de voorbereiding speelde je ook al veel, hè? Ja, in de voorbereiding heb ik wel aardig veel wedstrijden gespeeld. Ook met het basisteam. En het ging steeds lekkerder lopen en ik kreeg steeds meer vertrouwen. En zodoende ben ik eigenlijk blijven staan. Ja, je kwam over van Almere City. Daar werd je een jaar gehuurd door Heerenveen. Kon je niet terug naar Heerenveen? Jawel, ik kon terug naar Heerenveen, maar eigenlijk onder dezelfde voorwaarden dat ik achter Jukka Raitala zou beginnen. En vanaf daar het moest gaan uitvechten, maar dan ga je wedstrijdjes in tweede voetballen en daar sta je eigenlijk niet op te wachten. Waarom Heracles? Ja, je kent de trainer, voetballende ploeg, kunstgras. Het stadion zit altijd vol. Ja, het is gewoon een mooie club, vind ik. Ja, de trainer heeft jou ook getraind, geloof ik, in de belofte. Hoe belangrijk is Jan de Jonge voor je? Heel erg belangrijk. Jan de Jonge heeft me ook geholpen in het mentaal op zich. Gewoon van blijf sterk, blijf doorgaan, want je hebt genoeg talent om het te halen. Die heeft altijd vertrouwen in me gehouden. En zodoende heeft dat wel een keuze gespeeld in mijn komst hier naartoe. Eigenlijk hoor ik het precies hetzelfde van Usama Tanane, wat jij nu zegt. Ja, klopt. Ja. Ja, Usama en ik zaten ongeveer in hetzelfde schuitje. En zodoende zijn we uit Zandt hier terechtgekomen. Ja, dus lekker spelen hier, dat is de bedoeling, concurreren. Maar voorlopig ben je volgens mij de enige linksback. Ja, voorlopig ben ik de enige. Althans, jij hebt ook nog Mark Eembrink, is ook een hele goede speler. Maar voorlopig start ik tot nu toe. En dat is wel een fijn gevoel. Als je zo'n wedstrijd ingaat, hè, zo'n Eredivisie-wedstrijd, wat voor gevoel heb je dan van tevoren? Ja, in het begin kijk je er echt naartoe. De dag ervoor slaap je een beetje laat, omdat je er niet echt kan slapen door de zenuwen. In de catacomben voor de wedstrijd dan heb je nog wel spanning, maar wanneer het veld opgaat en de scheids fluit, dan valt alles weg en dan geniet je alleen maar. Ja, 8.500 toeschouwers, dat was natuurlijk, hè, voor Eredivisie-normen is dat niet een heel groot aantal, maar als je de eerste keer in de Eredivisie speelt. Nee, klopt. Voor de eerste keer in de Eredivisie, dat was het geweldig om te zien. Vooral met de sfeeracties, keek mijn ogen uit. Je hebt echt genoten, ondanks de nederlaag? Ja, ondanks de nederlaag heb ik wel echt genoten van het moment zelf. Wat zijn je verwachtingen dit seizoen? Ik probeer zoveel mogelijk minuten te maken in het eerste van meerwaarde te zijn voor het team. En dan kijken we het wedstrijd per wedstrijd hoe het gaat eindigen en wat er zal gaan gebeuren. Het belooft in ieder geval veel goeds, toch? Jawel, ik hoop het wel, ja.